Oké, even wat andere ontwikkelingen. De bruinkool in Duitsland. Snap jij dat Duitsland nog van de bruinkool gebruik wil maken? Ja, dat snap ik best, want zonder bruinkool redden ze het niet. Dat is... Kijk, ze hebben natuurlijk al een hele tijd gestuurd op de afschaffing van die nucleaire installaties die ze hadden. Vanwege Fukushima, weet je ook. Waarschijnlijk Fukushima is het waarschijnlijk. Dat is een beetje de paradox volgens mij van de Duitse energievoorziening. Dat ze natuurlijk enorm veel werk hebben gemaakt van die windenergie. En als ik met de bus rijd, ik maak altijd van die trip samen met Willem Melging in Duitsland. Jongen, de hoeveelheid zonnepanelen bijvoorbeeld in het zuiden van Duitsland, dat is overweldigend. Bij elk kippenhok liggen 16 zonnepanelen. Dat was waarschijnlijk ook het gevolg van subsidiebeleid. Dus ze hebben een veel grotere niet-fossiele energielevering dan wij. Maar tegelijkertijd is dat wat niet fossiel is, dat is deels bruinkool. En dat is zo'n hele grote mijn, dat is daarbij in de buurt van Zuid-Limburg. Bij Aken de Venter. Dat gedonder over. Maar ook in het oosten van Duitsland zijn volgens mij aanzienlijke bruinkoolhoeven. Dus het is een heel wonderlijk dubbel beleid. Want bruinkool is echt het allersmerigste wat je stoken kunt. En vooral de DDR was helemaal afhankelijk van bruinkool. En als je in de DDR-tijd, in de DDR was dan, het rook er ook naar als je er in de winter was. Je rookt direct dat ze daar een beetje rare brandstof gebruikten in casu branco. Ja, wat is het eigenlijk voor spul? Dat is gewoon kool die te weinig en te kort onder grote pressie heeft gestaan. Hmm. Als die bruinkool dus nog eens een keer 50 miljoen jaar laat zitten en je zet er nog iets meer druk op, dan wordt het gewoon een zwarte kool. Hmm. En enorme gebieden, hè, als je dat op de televisie ziet. Wat het voordeel is, het is dagbouw. Ja, dus dan staat die stukken goedkoper natuurlijk. Dus ja, je haalt de topsoil, sorry, green dirt, zoals stukken weer. Je haalt die bovenste laag eraf en dan kun je met die reusachtige graafmachines kun je aan de slag. Nou ja, dan rij je die vrachtauto rond en bam, dat valt er zo in. Er is in Wyoming, als ik het wel heb, is een kolenmijn, ook in dagbouw, die is in eentje per jaar meer kolen produceert dan de totale Engelse mijnen toen ze nog open waren, per jaar produceerde. Snap jij dat die groenen in de regering zitten en dat ze dan toch toestaan dat ze nog dat extra stukje bruinkool toch gaan winnen om te gebruiken? Nou, ik denk dat ze natuurlijk zeker nu ook, omdat ze heel afhankelijk waren van het Russische gas, hebben ze weinig te kiezen, denk ik. Ja. Dus ze moeten wel. Ze zullen dat niet leuk vinden. Niemand vindt het leuk. Sterker nog, ik zat net een staatje te bekijken. Natuurlijk het gebruik van kolen neemt nog steeds sterk toe in de wereld. Hmm. Dus ja, we zijn wel bezig aan een transitie, maar dat gaat natuurlijk altijd langzamer en moeizamer dan we hadden gehoopt en verwacht. En het is vaak natuurlijk ook veel complexer. Als we nou even terugkijken naar de geschiedenis, en we hebben het daar uitgebreid over die 19e eeuw gehad, dus laten we zeggen de transitie van, nou ja, pak een beet van een relatief primitieve landbouw naar een industrieel productiesysteem heeft meer dan een eeuw geduurd, vergeet dat niet. Mm. Zelfs nog, als je iets leest over het Nederlandse platteland voor de Tweede Wereldoorlog, dan vallen de schellen je nog van de ogen. De weerstand wordt wel steeds groter, hè? Ook vanuit Nederland, begreep ik, gingen mensen daar naar Duitsland. Ja, dat kunnen ze doen, maar goed, misschien is het nuttig om aan te geven dat het een ongelukkige ontwikkeling is, maar er is weinig alternatief op dit moment. Hmm. Maar het alternatief moeten we wel, we merken dat nu. Ik heb al eerder gezegd, de onbeschrijfelijke ellende van die aanval op de Oekraïne, zeker voor de Oekraïners, is natuurlijk ook een, sorry dat ik nou weer met een Engelse term moet komen, een wake-up call. Ik bedoel, het is ons wel duidelijk geworden dat we niet verstandig aan hebben gedaan om van Rusland afhankelijk te zijn. En aangezien ik zelf denk dat Rusland ook op de hele afzienbare termijn niet in staat is op een enigszins fatsoenlijk democratisch systeem op te zetten, doen we er verstandig aan om ons volledig anders te oriënteren, energietechnisch. Dat kan, maar dat kost wel even tijd. En wat dat betreft, jij zei dat je het zo fijn weer vond. Ik bedoel, het is, hoe minder het koud wordt, hoe beter het eigenlijk is, want het betekent voor volgend jaar ook ruimere voorraden. En in Zweden hebben ze nog van dat spul in de grond gevonden. Hè, wat ja, dat, ja, maar goed, dat leek mij zo verschrikkelijk. Ook in Tsjechië trouwens. We hebben nooit gezocht.
omdat we het niet op grote schaal nodig hadden. En de Chinezen hadden het en die waren niet te beroerd om het door te leveren. En ja, nu zijn we dus pas serieus gaan zoeken in Europa. Natuurlijk, waarom zou er alleen maar zeldzame aardmetalen in China zijn en niet in Europa? Ja, dat is nogal voor de hand liggend, lijkt me. Ja, dus er komt nu door dat er echt druk is. Er is weer echt een noodzaak. Ja, precies. Gaan we nu naar zoeken, ja. Zo is het maar net. En dat hoor je ook mensen natuurlijk zeggen. Van ze zeiden, ik zou nooit zonnepanelen doen. Maar ja, die gasprijs die is zo hoog, dus ik ga hier maar naar kijken. Ja, ik ben er zelf ook een goed voorbeeld van. Ja. Dat je denkt, nou ja, het sukkelt wel aan. Ik ben 79, zal mijn tijd wel duren, zo, dat werk. Ja, dat je denkt, hallo, ik bedoel, die energie gaat nu wel heel erg veel geld kosten. Is dat eigenlijk wel nodig? Nou, alleen dan doe je iets aan zonnepanelen.